Welkom. Fijn dat je kijkt naar paragraaf 5.4, die helemaal gaat over de Nederlandse opstand. En het kenmerkende aspect dat daarbij hoort, dat is het conflict in Nederland dat uiteindelijk resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat. Dus eigenlijk de oorlog die een beetje de basis vormde van de, van de geboorte van Nederland. We gaan even kijken naar hoe Europa er in die tijd uitzag. En dan kunnen we niet om Karel V heen. Want Karel V was de machtigste koning van Europa rond 1500. Hij had gebieden in Spanje, de Nederlanden, Oostenrijk, maar ook in Italië. En hij was daarnaast ook keizer in het Heilige Roomse Rijk. Wat betekent dat hij eigenlijk een groot deel had van West-Europa? Een beetje alles behalve het noorden van Italië en Frankrijk na. In Nederland was hij de landsheer. En hij bestuurde dat gebied vooral vanuit Brussel. En dat noemen we ook wel de centralisatie die we al zagen in het tijdvak van steden en staten. Dus een land of een gebied besturen vanuit één plek. En Karel V zat dus vooral in Brussel. En tijdens zijn regeerperiode begon hij al voorzichtig met het vervolgen van protestanten. Hij was namelijk behoorlijk christelijk. Katholiek om precies te zijn. En hij vond dat protestanten niet het juiste christelijke geloof hadden. En uiteindelijk volgt zijn zoon Philips II hem op. En dat was voor de Nederlanden, het gebied waar wij het over gaan hebben, eigenlijk misschien wel het grootste probleem. Als we even kijken naar die Nederlanden, dan bestond de Nederlanden uit 17 gewesten. Je zou ook wel kunnen zeggen 17 provincies. En dan hebben wij het over de Nederlanden, maar dan hebben we het ook over het huidige België en over Luxemburg. En die provincies, die gewesten, die besturen eigenlijk zichzelf. En we noemen ze ook wel staten. En ze hebben in elke staat, of in elk gewest dus, verschillende wetten en verschillende regels. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met hoe het nu geregeld is in de VS. Maar die Philips, Philips II is, net als zijn vader trouwens, overal in elk gewest de hertog of de graaf. Dus hij is uiteindelijk de baas. Philips is alleen meer in Madrid. En Brussel was nog een beetje in het, in het Nederlandse Rijk, zou je kunnen zeggen, in de Nederlanden. Maar Philips zit vooral in Madrid en hij kiest er daarom voor om plaatsvervangers voor hem te benoemen. Bijvoorbeeld zijn halfzus, en dat is Margaretha van Parma. En zij is degene die de landvoogdes wordt van de Nederlanden. Daarnaast benoemt hij ook een aantal stadhouders. Dat zijn mensen die hij vertrouwt. En die worden stadhouder in de staten. En sommige stadhouders zijn de baas in wel drie of vier staten. Dus er zijn geen 17 stadhouders, maar er zijn er wel een aantal in de Nederlanden. De belangrijkste stadhouder is Willem van Oranje. Hij is namelijk stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. En Philips II en Willem van Oranje zijn samen opgegroeid in Brussel. Willem van Oranje was daar namelijk veel. Hij uh, was aan het Hof van Karel V. Uh, iemand die daar ook onderwijs kreeg en dingen leerde. En ja, Philips zag hem ook wel een beetje als een, als een vriend. Uh, um, in ieder geval een kennis van hem. En hij vertrouwde daarom de belangrijkste staten van de Nederlanden. En dat waren Holland, Zeeland en Utrecht. aan hem toe. Als Philips dan aan de macht komt in de Nederlanden. dan zie je dat mensen ja, ontevreden zijn. maar eigenlijk. Tijdens de regeerperiode van Philips alleen nog maar meer ontevreden worden. Om te beginnen, houdt Philips van het voeren van oorlog en het kost veel geld en daar worden hoge belastingen voor gevraagd. De tweede reden, die zit hem vooral in de rijke mensen in de Nederlanden. Je zag dat Philips dus die centralisatiepolitiek doorvoerde, waardoor hij plaatsvervangers aanstelde die voor hem moesten besturen. En de stadsbesturen en de edelen, veel edelen in Nederland, werden dus overgeslagen. Die verloren macht, die verloren autonomie. Ze hadden het niet meer voor het zeggen. En dat zorgde ervoor dat Philips met zijn politiek ook de rijke mensen tegen zich in het harnas joeg. De derde reden is misschien wel de meest belangrijke reden. Karel, de vader van Philips, vervolgde al protestanten. Maar Philips doet er echt nog even een schepje bovenop. Die um, zorgt ervoor dat nog meer protestanten worden vervolgd. En dat zorgt ervoor... Dat er heel veel ontevredenheid is in de Nederlanden. En dat leidt uiteindelijk tot de edelen, of een groepje edelen. die naar die Margaretha van Parma stappen. en haar een brief aanbieden. waarin ze haar smeken om te stoppen met de geloofsvervolgingen. Dat klinkt heel eerbiedig. We weten nu ook dat eigenlijk die edelen ook hebben gezegd. ja, we bieden u dit smeekschrift aan. maar ja, als u dit smeekschrift niet aanneemt, dan komen we in opstand. En Margaretha die. Ja, die kan eigenlijk niet anders uh, dan dat smeekschrift aannemen en zeggen: Ik ga erover praten met Philips en ik kom bij u terug. En voorlopig stop ik met het vervolgen van protestanten. Die protestanten die krijgen dus een beetje meer ruimte in de republiek. En dat zie je ook meteen, want er worden overal een soort van kerkdiensten gehouden in de buitenlucht. En die noemen we ook wel de Hagenpreken. En de Calvinistische protestanten, hè, want in de Nederlanden hadden wij vooral. Calvinisten, denk maar even terug aan, aan de paragraaf over de Reformatie, die Calvinistische Protestanten, die dominees, die keren zich steeds meer tegen de Katholieke Kerk. Die worden ook steeds kritischer op die Katholieke Kerk. En dat leidt uiteindelijk in 1566 tot de Beeldenstorm. In België is er een groep met Protestantse gelovigen die na een kerkdienst boos naar een kerk toe. Uh, gaan, een katholieke kerk, en daar de schilderijen van de muur trekken, um, de beelden kapot maken, uh, de glas-in-loodramen worden ingeslagen. En um, ja, die, die woede die verspreidt zich eigenlijk door de hele Nederlanden heen. En overal worden katholieke kerken aangevallen. En die beeldenstorm is heel erg belangrijk. Wat na die beeldenstorm. Stuurt Philips Hertog Alfa naar de Nederlanden. Hij is woest en hij vindt dat de uh, protestanten die dit hebben gedaan moeten worden opgepakt, maar ook de adel die heeft toegestaan dat deze boosheid zich tegen de katholieke kerk uh, keerde eigenlijk. En uh, Alfa stond erom bekend meedogeloos dogeloos te zijn. Overal waar hij kwam, zorgde hij voor veel slachtoffers. En Philips vond hem daarom de ideale man om ja, de rust terug te laten keren in de Nederlanden. Willem die kiest ervoor om naar Duitsland te vluchten. Een aantal andere mensen van Adel doen dat niet. En die worden ook door Alfa meteen onthoofd. En je ziet eigenlijk dat vanaf dat moment. we spreken van de 80-jarige oorlog. of het begin van de Nederlandse opstand. In 1568 dan komt Willem namelijk met een klein legertje weer de Nederlander binnen. En dan probeert hij eigenlijk voorzichtig wat gebied terug te veroveren van de Spanjaarden. dat doet niet alleen over land, maar ook over water. Er zijn ook calvinisten die gevlucht zijn naar het buitenland en die terugkeren via de schepen. En de Fransen noemen die mensen met een soort van spottende bijnaam legue, wat betekent dat ze ergens om bedelen, dus bedelaars. Maar de opstandelingen grijpen die naam aan en kiezen ervoor om zichzelf nu de geuzen te noemen, de watergeuzen. En de watergeuzen helpen Willem enorm door ook vanuit vanaf de zee eigenlijk de Nederlanden aan te vallen. En ja, Eigenlijk redelijk vanuit kansloze positie, want Willem heeft een klein legertje en de geuzen zijn met niet zo heel veel. Maar het zijn toch een soort van speldeprikjes die zij de Spanjaarden uitdelen. Maar dan 1572. De watergeuzen varen langs de kust van Den Briel. En Den Briel is een klein stadje in Zuid-Holland. En uh, er komen mensen uit Den Briel naar die watergeuzen toegevaren. En die vertellen: jongens, die Spanjaarden zijn helemaal niet meer in onze stad. Die zijn ergens anders, volgens mij waren ze in Utrecht op dat moment. Dus jullie kunnen zo de stad innemen. En dan nemen die watergeuzen die Den Briel in. En dat stadje stelt eigenlijk helemaal niks voor. En ook de Spanjaarden denken van ja, wat boeit ons Den Briel nou? Maar dat is eigenlijk een heel belangrijk keerpunt in de Nederlandse opstand. Want andere Nederlandse steden zien dan dat de watergeuzen zelfs steden kunnen innemen. En ze kiezen ervoor om zich aan te sluiten bij de watergeuzen en bij Willem van Oranje. En dan wordt de opstand tegen Alfa opeens een stukje groter. Alpha gaat dan in de tegenaanval, maar eigenlijk ja, geeft dat een beetje tegengestelde werking, zou je kunnen zeggen. Um, hij besluit namelijk om in Haarlem heel veel mensen te vermoorden, maar dan zie je eigenlijk dat in plaats van dat steden bang voor hem worden, steden de poorten sluiten en er liever voor kiezen om te sterven, dan dat ze in handen vallen van Alpha, want dan worden ze ook gedood. Dus ja, Alpha ziet eigenlijk dat hij alleen maar meer tegenstand krijgt en meer gebieden verliest aan Willem van Oranje. Dan zie je dat in 1576 er een probleem ontstaat in het Spaanse leger. Philips is namelijk best wel meer oorlogen aan het voeren. En um, ja, dan zie je dat de Spaanse soldaten beginnen met muiten, zoals dat heet. Ze keren zich tegen hun eigen legerleiders omdat ze geen salaris meer krijgen. En dan verliezen de Spanjaarden nog veel en veel meer terrein. De gewesten in het noorden van Nederland die kiezen er ook voor om te gaan samenwerken in hun. Oorlog tegen de Spanjaarden. Dat doen ze in 1579. In Utrecht sluiten ze een verdrag wat we de Unie van Utrecht zijn gaan noemen. En op dit kaartje kan je dat heel mooi zien. De Oranje gewesten hebben zich aangesloten bij de Unie van Utrecht, waarin ze zeggen: oké, okay, wij zijn zelfstandige gewesten, maar wij vechten samen tegen de Spanjaarden. Ook de gewesten die zich willen aansluiten bij Spanje kiezen ervoor om een unie op te richten. En dat noemen wij de Unie van Atrecht. Als je links onderin op het kaartje kijkt, zie je daar de stad Atrecht staan. Dus het lijkt akelig veel op elkaar, maar de Unie van Atrecht is een beetje de tegenhanger van de Unie van Utrecht. En het zijn dus politieke en militaire bondgenootschappen tegen, als ik het over de Unie van Utrecht heb, tegen de Spanjaarden. Belangrijk, in die Unie van Utrecht spreken ze ook af, je mag in ons gebied niet worden vervolgd door wat je gelooft. Dus het lijkt al een beetje op geloofsvrijheid, dat is het niet helemaal. Want je mocht niet altijd elk geloof zomaar uiten. Maar je kan er niet meer worden opgepakt omdat jij iets denkt of omdat jij iets vindt. Gewetensvrijheid. Op dit kaartje kan je dan mooi zien hoe vanaf 1579, of eigenlijk dat is het rechte kaartje, hoe in 1579 de vlag erbij hangt. Die Unie van Utrecht die hebben eigenlijk een behoorlijk gedeelte van wat nu Nederland is in handen. Sterker nog, ze hebben zelfs een stuk in handen van wat nu België is. In 1580 is Philips zo klaar met die Willem van Oranje, die toch vervelender blijkt te zijn dan hij van tevoren had gedacht, dat hij hem vogelvrij verklaart. Dat betekent dat iedereen hem mag doodschieten die hem tegenkomt. Sterker nog, degene die hem dood krijgt zelfs een beloning. En dan zie je dat dan op dat moment de Noordelijke Gevechten nog een stapje verder gaan. De gewesten uit de Unie van Utrecht die kiezen ervoor om een document te ondertekenen, wat wij het plakkaat van verlatingen noemen. En met dat plakkaat, met dat document, zeggen ze eigenlijk: Philips, jij bent voor ons een slechte koning. Uh, jij zorgt niet voor ons, sterker nog, je zorgt alleen maar dat er mensen sterven of worden opgepakt. Dus wij willen jou niet meer als koning en wij gaan op zoek naar een andere koning. Het interessante van dit document is dat het document heel erg veel lijkt op de Declaration of Independence die in 1776 in Amerika wordt aangenomen, want daarin zeggen de Amerikanen eigenlijk hetzelfde over koning George, maar met dit document zeggen ze dus bij de gewesten: wij gaan op zoek naar een andere koning. Uh, en Philips, wij willen jou niet meer. In 1584, uh, ja, zou je kunnen zeggen, lukt die poging van Philips II om Willem van Oranje te laten doodschieten. Want Balthasar Gerards vermoordt Willem van Oranje in zijn eigen huis. Dan zou je zeggen: Nou, dat moet positief zijn voor de Spanjaarden en slecht voor de Nederlandse opstand. Maar Willem van Oranje heeft een aantal zonen. En die zonen zijn goed opgeleid en militair gezien misschien nog wel sterker dan Willem van Oranje. Dus je zou kunnen zeggen dat de Spanjaarden eerder het zwaarder krijgen en dat het minder zwaar wordt na het doodschieten van Willem van Oranje. Hier zie je die zonen: Maurits en Frederik Hendrik, en vooral die Maurits was echt militair gezien briljant, en die heeft de Spanjaarden uh, heel veel last bezorgd. Je ziet dan dat die Spanjaarden die natuurlijk veel sterker waren dan die Nederlanden, wel terugslaan en steeds meer steden veroveren op Nederland. En Nederland, ik zeg Nederland, maar dan heb ik het over de Nederlandse gewesten, en die gewesten die zoeken door naar een nieuwe koning. Maar elke edelman die ze benaderen, die wil niet. Die zeggen: Ja, hallo, als ik nu koning word van de Nederlanden. Ben ik meteen in de oorlog met Philips II, de sterkste koning van Europa. Dat wil ik niet. Maar uiteindelijk um, ja, gebeurt er iets anders. Waardoor Nederland een groot voordeel haalt in de opstand. Philips besluit namelijk om ruzie te krijgen met Queen Elizabeth, de koningin van Groot-Brittannië. Wordt een beetje een oorlog tussen aan de ene kant de wat protestantse Queen Elizabeth. en de katholieke Philips II. En door die oorlog gebeurt er voor Nederlands iets heel positiefs. De Spanjaarden kiezen namelijk voor om hun vloot in richting Groot-Brittannië te sturen. Dat noem je ook wel de Spaanse Armada. En die Armada komt in een storm terecht. En eigenlijk gaat in 1588 het grootste deel van die Spaanse vloot die gaat ten onder uh, ja, in de reis richting Groot-Brittannië. En dat betekent eigenlijk dat ja, de Nederlanden misschien wel militairen zien opeens een voordeel hebben ten opzichte van de Spanjaarden. En dan is er hier weer zo'n mooi kaartje waarin je dat kan zien hoe dat op een kaartje dan gaat. Je ziet in het linker kaartje eigenlijk 1580 tot 1588. Daarin zijn de oranje gebieden in handen van de Unie van Utrecht. En je ziet dan op het rechter kaartje de gele gebieden die inmiddels ook bevrijd zijn. Waarop je dus kan zien dat nou, vanaf 1989, een beetje na het vergaan van die Spaanse vloot... de Nederlandse opstandelingen meer en meer gebied veroveren. In 1588 kiezen dan de gewesten ervoor uh, ja, om maar verder te gaan zonder koning. Er wil namelijk niemand. En ze kiezen er dan voor om een land te worden. En in dat land is er geen koning, maar beslissen de staten samen met elkaar hoe ze de boel gaan runnen. En daarmee wordt Nederland de eerste moderne republiek. De Republiek der Zevende Verenigde Nederland, de eerste moderne republiek uit Europa. We hebben in de Romeinse tijd al eerder een republiek gehad, maar ja, al honderden jaren was er geen republiek meer geweest. Er was namelijk altijd een koning. Ja, en Nederland kiest er ja, eigenlijk noodgedwongen toe, want niemand wil, om een republiek te worden. En nou, door sommige historici wordt dat moment, 1588, gezien als de geboorte van de Nederlandse staat. Uiteindelijk gebeurt er dan in de jaren erna niet zo heel erg veel meer. Er wordt hierna nog wat gevochten. Er is ook een periode van twaalf jaar waarin dat niet wordt gevochten. Maar uiteindelijk in 1648, dan erkent Spanje ja, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als een land. En dan wordt er vrede gesloten in het Duitse plaatsje Münster. En die vrede van Münster, dat is dan het einde van de Nederlandse opstand en het einde van de 80-jarige oorlog. Dat was in vogelvlucht de Nederlandse opstand. Af en toe heel kort. Maar dan blijft de video een beetje ja, behapbaar. En blijft het qua tijd te goed te bekijken. En dankjewel voor het luisteren. Heb je vragen, laat het vooral weten. En tot de volgende keer.